Kijk, hij is groen. Hallo? Dit is een baas Pokémon volgens mij. Hey! Oh, dit is spijtig. Hoe maak ik een button? Dat is toch gewoon één steen, dacht ik altijd. Nou, nu breek ik mijn klomp hoor. Hoe gaan we dat eens bepalen? Wie gaat er nou mee spelen? Ik denk gewoon lekker aan. Hey kijkers van de One Public, dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Pixelmon aflevering. We zijn terug in deze game en het is even geleden. Vorige keer heb ik nog wel laten zien dat wij dit huis hebben gemaakt, maar ik heb nog niet laten zien wat er allemaal in de kisten zit, dus dat ga ik even laten zien. Lars, hallo. Ik weet eigenlijk niet of hij nog is verder gegaan op de server. Hij is natuurlijk ook begonnen aan dit Pixelmon avontuur, maar volgens mij... Oh, hallo Siel, ik ga jou nog niet verslaan, want onze Charmander is nog maar level 11. Maar volgens mij is hij hier gewoon niet meer geweest. Ik heb nog wat dingen achtergelaten, kijk, vlees in zijn kist. Hij heeft ons gewoon verlaten. Dus ja, vooralsnog zijn we dus alleen. Misschien dat ik dit huisje dan maar moet gaan vergeven aan iemand anders. Iemand die het leuk vindt om mee te spelen. Dus dat we misschien iets van een invite gaan doen. Maar goed, daarover straks meer. Wat wij gaan doen vandaag is onze eerste pokeballs maken. Ik zou namelijk heel graag een Mareep vangen. Die zaten hier destijds. Maar waar ze nu zijn, weet ik niet. Ik zie alleen Zigzagoons en vogeltjes. Misschien dat er zo nog een Mareep spant. Je weet het niet. Even kijken. Ik heb hier een hamer. Zo'n Iron Hammer. Die kunnen we volgens mij hierop gebruiken. En hier heb ik dus van die Apricorns en Iron. Even kijken hoor. Want we moeten volgens mij met Iron moeten we onderkantjes maken. Maar hoe zat dat? Kijk, zo. Dan heb je 5 onderkantjes. En als wij hier de Apricorns pakken. Neem even rode. Dan kunnen we als het goed is normale pokeballs maken. Dan... Oh, nee. Zo werkt dat niet. Moet je dit smelten? Is dat het? Of moet je Apricorns hier opzetten? Moet ik iets met die Apricorns doen? Moet ik die smelten? Ik hoop dat dit goed is. Als ik ze nu verbrand en ik verpest het, dan is het jammer. Maar goed. We hebben in ieder geval 5 onderkantjes. Dus dat is al iets. Wat gebeurt hier? Cooked. Ja, ik denk dus dat dat inderdaad nodig is. Dat ze gekookt moeten worden. En dat we daarna ze dus hier kunnen neerzetten. En dan moeten we volgens mij ook nog... Heb ik nog steen? Ja, een paar. Volgens mij moet ik daar ook buttons van maken. Maar dat weet ik niet zeker of dat nodig is. Laten we eerst eens even kijken wat we hiermee kunnen. Wij hebben 3 gekookte apricorns. Kunnen we die in de crafting table doen? Is dat een ding? Ja, kijk eens even. 5 onderkantjes, 5 bovenkantjes. En nu moeten wij volgens mij ook... Ja, laten we dat dan ook maar even doen. 1, 2, 3. 5 stenen. Hoe maakt hij ook weer buttons? Slaps? Nee. Hoe maak ik een button? Dat is toch gewoon 1 steen, dacht ik altijd. Nou, nu breek ik mijn klomp hoor. Want dit is het niet. Er moet hier nog een button tussen volgens mij. Hoe maak je een stenen knop? Hè? Moet ik hier iets mee? Oh. Oh. En dan... Ja? Oh. Ja. Kijk, de Iron Base. Oké. Moet ik hier dan nog iets mee? Ja, weet ik niet. I guess so. Ja. En ja, die buttons. Oké, dus daar moeten we nog even naar kijken. Laten we dit eerst even doen. Dan hebben we in ieder geval 5 pokeballs. En dan kunnen we hopelijk een Mareep vangen. En dat is toch wel een beetje mijn doel voor deze aflevering. In ieder geval een tweede Pokémon in ons team. Misschien nog even de Charmander wel een beetje trainen. En daarna eventjes met jullie kletsen over een mogelijke invite. Want weet je, als Lars niet komt spelen op de server, ja, dan ga ik natuurlijk wel even kijken of iemand anders het leuk vindt om mee te spelen. Want in je eentje is ook maar alleen. Wij hebben op dit moment de 5 Iron Base en de topper klaar. Maar nu moeten we toch echt een button maken. Maar hoe doe je dat? Oh, wacht. Volgens mij moet ik deze koken. En dan krijg je steen. En die steen moet ik dus in een crafting table doen. En dan krijg je dus een stone button. Volgens mij was dat het. Ja. Dat was het. Ik weet het zeker. Het is nacht. Gelukkig zijn er geen zombies of andere enge dingen hier zo. Ik zie daar een Mareep lopen. Zien jullie het ook? Dus die gaan wij zo meteen vangen. Dat wordt ons doel voor deze aflevering. Een Mareepje in de pocket. Dat zou fijn zijn. Wat heb ik trouwens nog meer voor spullen? Dit soort dingen. De
grasmeel en allemaal berries en een amethyst en een saffier en siliconen. Wat ik daar allemaal mee moet, dat weet ik nog niet precies. En hier heb ik dingetjes zoals een ei en ik vraag me dus wel af of ik kippen kan krijgen in deze game. Je kan, in principe volgens mij zitten er geen mobs in. Het is niet dat ik kippen kan krijgen en daardoor lekker aan vlees kan komen. Volgens mij moet ik daar dus echt, ja, heel zielig Pokémon voor killen. Goed, we hebben onze steen. Laten we even kijken of hier dan ook 5 buttons uitkomen. Ja, toppie. Dan denk ik dat als wij dit doen, dat wij onze Pokéballs hebben. Kijk eens even. 5 Pokéballs in de pocket. Dames en heren, ik denk dat het tijd is om te slapen. Want dan is het dag. Dus dat is fijn. Ja, komt u maar. Kijk eens, een gloed... Oh, Mareep is zich daar aan het doodlopen. Dat is niet handig. Mareep! No! No, don't die, Mareep! Oh, gelukkig. Ik dacht wel even dat je... Oh, Zigzagoon is met je aan het vechten. Oh, man! Zigzagoon! Ik wilde die Mareep vangen. Nou is hij hartstikke dood. God damn it. Goed, dit is ons huisje. Het is nog niet heel mooi. Wat ik uiteindelijk wil is, net als Poké Center, gewoon een gele dak. Ik heb het nu maar een beetje met steen aangevuld. Maar uiteindelijk moeten we dus heel veel wool krijgen. En dan maken wij daar een mooi gele dak van. En ja, kijk, als jij dus op deze server komt spelen, dan zou het leuk zijn als je een soort gelijk huisje hier bouwt. Als je ook in dit dorp komt wonen. Stel jij wil naar een ander Poké Center, dan mag dat ook uiteraard. Maar goed, als je hier komt wonen, dan is dit een beetje het steltje. Ik ga hier nog een pad maken en we gaan dit hartstikke mooi oppimpen, dit dorpje. Maar voor nu, eerst op zoek naar een Mareep. Er moet toch nog wel een Mareep zijn hier, zou je zeggen. Ik wil niet met Pidoffs vechten. Dat zijn geen Mareeps, maar van die andere Pokémon. Is er nog één Mareepje in de... Oh, met wie ben jij nou weer aan het vechten dan? Jij bent ook weer in gevecht met iemand. Ik zag je gehit worden, dacht ik. Maar goed, we zullen het allemaal wel zien. Vooralsnog geen Mareep. Ik zie wel een Meowth. En... Horen jullie dat? Ik hoor hier een kleine baby. Hey, Finny. Doe maar lekker slapen, jongen. Goed, waar waren wij gebleven? Wij waren op zoek naar een Mareep. En wij zien tot op heden geen Mareep. Wij zien een heleboel andere Pokémon. Dus ik denk dat wij gewoon iets verder moeten lopen dan ons neus lang is. Als wij daadwerkelijk de Pokémon willen vangen die wij willen. Maar welke kant gaan wij op? Ik zou zeggen deze kant, want hier zijn wij nog niet echt geweest. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar wat hier zit. Laten wij gewoon eens eventjes hier langs de kust lopen. Dan denk ik dat wij vanzelf of nieuwe Pokémon tegenkomen of een Mareep. Want volgens mij is dat eenzelfde soort terrein als waar wij nu zijn. Eens even kijken. Hebben wij hier een Mareepje lopen? Dat zou zo gunstig zijn, jongens. Geef ons een Mareepje. We gaan hier even het ijs over. Hier zie ik ook zo'n ander schaap. Ja, die willen we niet. Ik ben echt op zoek naar de stroomschaapjes. Dat vind ik namelijk wel handig dat we een vuur-Pokémon hebben. Een stroom-Pokémon. En Ampharos, de uiteindelijke evolutie van Mareep, vind ik gewoon heel cool. Dus ja... Daar ben ik toch echt wel naar op zoek. Maar ja, waar zijn ze, waar zijn ze? De Mareeps zijn in een keer heel schaars. Afleveringen lang hebben we er een hele hoop gezien. En nu heb je eindelijk je Pokéballs. En dan zul je altijd zien dat er geen Mareep in de buurt is. Heel spijtig. Ik zie hier wel een Beautyfly. Hallo. Maar die hoeven wij niet. Wij gaan nog wel even hier kijken. Misschien dat hier nog een random Mareepje is gespawnd. Ik zie hier vooralsnog een hele hoop Pidoff. Maar die hoef ik niet. Ik wil echt een Mareep, jongens. Ik zie een grot met Ghastly erin. Dat kan ook wel leuk zijn. Welk level is Ghastly? Ghastly is hartstikke level... Ik kan het niet zien. Level... Nou. Ghastly, welk level ben je? Level... 8. Dat kunnen wij wel aan. We zijn een Charmander van level 11. Zal ik een Ghastly vangen? Dan hebben we ook een Gengar. Dat is op zich ook wel vet, toch? Laten we in ieder geval een Ghastly vangen. Dat vind ik goed. Hey, Jochie, jij bent van mij. Hoppa. Charmander is ingezet. Ik weet niet waar die is. Maar goed. We gaan in ieder geval Amberen. En dan gaat Ghastly nog niet helemaal dood. Ik zie wel dat hij niet nog een Amber aan kan. Gok ik zo. Dus misschien dat wij nu al een Pokéball moeten gooien.
Want ik ben bang dat als ik nog een Ember doe, dat hij hartstikke dood is. Dus misschien... Ja, zullen we dat doen? We gooien een Pokeball. En dan zien we het wel. De Pokeball is ingezet en... Oh, hij valt naast me neer. Ik kan gewoon niet kijken naar die Pokeball ook. Hebben we hem gevangen of niet? Ja, ja, dames en heren. De Ghastly is gevangen. Ja, ja. Oh, we kunnen Dragon Breath leren. Dat is een goede aanval. Die leren we voor Growl. En dat betekent dat Charmander leveltje 12 is. En wij een Ghastly van level 8 hebben. Het is niet heel hoog. Maar, weet je, it's something. It's something. En ik zag hier zo, ja, mooie dingen. Kan ik dit minen? Ik heb alleen een stone pickaxe. Ja hoor, dit kunnen we minen. Hartstikke goed. En ik dacht dat ik nog iets gezien had. Siliconen. Mijn reaps! Jongens, mijn gebeden zijn verhoord. Yes, 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 yes. Oké, even kijken. Wat is dit? Kunnen we dit minen? Ja? Was dit die siliconen? Ja. Nou ja, daar hebben we al wat van. Laten we maar meenemen. Je weet nooit of het van pas komt. Hier hebben we nog een Ghastly. Welk level was die? Level 9. Ja, die had nog iets hoger geweest dan dit. Laten we kijken of er wel een Mareep is die in de buurt komt van level 12. Level 8 ook. Welk level is deze? Mareep! Leveltje 5. Ai, dat is nog lager. Oh, een Rockruff! Oh, en nog een Mareep! Oh my god, guys. Wat is het druk hier ineens? Level 13, kijk. Oh ja, dit willen wij. Hey, Mareep. Let's go. Charmander. Oh, je staat in mij. Dat is het. Oké, doe je Dragon Breath. Oh, dat doet niet heel veel. Dat is niet heel veel damage. Een Thundershock doet namelijk wel veel pijn. Laten we Emberen. Even kijken of dat meer doet. Ember, Ember. Ja, dat doet iets meer. Maar ook niet heel veel. Growl wordt er gedaan. Oké, dat doet geen damage. Dus dat is goed. Laten we nog een Ember doen. En dan denk ik dat we nog één Dragon Breath moeten doen. Er wordt getackled. Wij kunnen nog wel een tackle of een Thundershock aan. Ik denk dat wij nog één Dragon Breath doen. Kijk, dan is hij mooi in het rood. En dan gaan wij een Pokeball gooien hoor, dames en heren. Oeh, we kunnen niet heel veel meer aan. Dus laten we hopen dat we Mareep vangen. We gooien de Pokeball. En dan hebben wij, dames en heren... Laten we hopen. Een Mareep. Waar is de Pokeball? Ik zie hem niet. Oh, die lag ook bij ons. Oké. Volgens mij hebben we hem gevangen. Ja! We captured Mareep. Dit is hartstikke goed, jongens. We hebben ook een Mareep gevangen. En ja, ik zag hier een Rockruff. Dat is ook wel een hele leuke Pokémon. Vinden jullie ook niet? Rockruff, welk level ben jij? Level 10. Ah, wat schattig. Dan hebben we een hondje. Nee, weet je. Ik vind Rockruff wel schattig. Maar... nee, ik denk niet dat ik Rockruff wil. Dan ga ik liever voor een Eevee of zo. Als we die dan... uiteindelijk tegenkomen. Dat is natuurlijk een grote maar, hè? Want ik weet niet zeker of we überhaupt een Eevee tegen het lijf gaan lopen. Maar dat vind ik een leukere Pokémon qua hondjes dan een Rockruff. Dan heb ik liever een Umbreon, zeg maar, uiteindelijk. Oh! Hallo, Pachirichu van level 5. Ik doe even Dragon Breath op jou. Want, oh, je bent niet dood. Dat had ik wel verwacht. Growl, oké, dat is niet heel erg. Dan doen wij ook nog een Embertje. Ja hoor, dag, je bent dood. Gaan wij naar leveltje 13? Ik twijfel erover. Nee, nog net niet. Wij hebben wel, kijk eens even, een nieuwe huid gekregen en een berry. Hartstikke goed. Waar woonden we ook alweer? Volgens mij moeten we hierdoor naar links. En wonen wij hierachter? Hier ergens. Kan dat kloppen? Achter dit terrein. Ik ga toch niet zeggen dat ik nu ga verdwalen, hè, dames en heren. Dat zou erg spijtig zijn. Maar volgens mij moet ik hier zo rechts langs het water lopen. En dan komen wij bij ons huisje. Of zit ons huisje al hier? Dit vind ik zo'n domme Pokémon. Een pingwing met een... Oh, nee. Ik wil niet vechten. Oh, ik val in het gat. Het wordt ook alweer donker, dames en heren. Dat gaat zo hard, hè? Even kijken... Waar wonen we nou? Is het daar? Ik denk dat hij hier is. We hebben nog 3 Pokeballs, dames en heren. We hoeven ze niet allemaal op te gebruiken nu natuurlijk. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar laten we eerst even de Ghastly en de Mareep healen. Ja, ja. Here we go. Komt u maar. Ding, 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 ding. Ha, ta, 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 ta.
Ja, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wat ik een beetje ga proberen in de afleveringen is zeg maar Pokémon muziekjes te editen onder waar we lopen. Dus als we het Pokémon Center inlopen, dan kom je dus in Pokémon Center muziek. En als je een gevecht hebt, dan krijg je dat gevechtsmuziek. Zo wil ik dat een beetje gaan doen. Hoe? Wow, is dit een shiny... Is dit een shiny Wingull? Kijk, hij is groen. Hallo? Hallo? Welk level ben jij? Dit is een boss Pokémon volgens mij. Hey! Oh, dit is spijtig. Wingull! Hallo! Oh man. Damn. Hey, een Shellder. Cloyster vind ik een hele vette water Pokémon. Level 15. Zullen we die nog proberen te vangen? Of is het even mooi geweest? Ik denk dat het even mooi geweest is, jongens. En dat we uiteindelijk gewoon op zoek moeten naar nieuwe gebieden. Want hier zit natuurlijk ook allemaal een beetje ijs-Pokémon. In dit koude gebied. En ik denk dat het ook wel leuk is om nog een beetje te gaan reizen. Want we zijn natuurlijk nu de hele tijd maar hier een beetje rondom ons huisje bezig. Maar er is nog veel meer te ontdekken. Wat ik net wilde vragen, voordat wij een van de shiny rare Wingull voorbij zagen vliegen. Is hoe ik ook alweer de Pokémon kan switchen van plek. Daar twijfel ik een beetje over. Want als ik nu Gastly wil inzetten, hoe doe ik dat? Moet ik dan twee? Nee? Hoe doe ik dat? Ik heb oprecht geen idee. Als jullie dat weten, laat het even weten in de comments. Dankjewel. Want ik heb geen idee, namelijk. Hier gaan we even het rabbit huidje in doen. En hier onze berry die we gevonden hebben. We hebben ook een saffier erbij. Dankjewel. En hier komen dus siliconen. Oké. Het plan de campagne. Ik ga nog één Pokémon verslaan, want ik zag dat onze Charmander bijna level 13 was. Dus dat vind ik zonde om dat te laten. Laten we even deze Zigzagoon verslaan. Een zwart met witte. Dus dat is van die andere region, hè? Cool. Dat vind ik cool. Hoppa. Leveltje 8. Wij doen een Amber. En dan is het, als het goed is, al redelijk gedaan met deze Zigzagoon. Dit is wel een Zigzagoon die ik nog minder vaak gezien heb. Ik heb nu heel vaak die bruine gezien. En deze zie ik niet zo heel veel. Dus dat is misschien wel... Ja, ga ik hem daarvoor vangen? Nee, eigenlijk niet. Nee, vind ik ook niet zo'n hele leuke Pokémon. Dus nee, dat gaan we niet doen. Wij doen een scratch. Zigzagoon is dood en wij zijn leveltje 13. Jazeker. Wij leren nog geen nieuwe dingen. We hebben wel nog meer grasmeel gehad. Ik weet niet wat je daar uiteindelijk allemaal mee moet. Grasmeel. Maar goed, daar komen we vanzelf achter hoogstwaarschijnlijk. Eens even kijken. Wij gaan terug naar ons huisje. En dan denk ik dat het langzamerhand tijd is om deze aflevering af te sluiten. En dus ook te gaan praten met jullie over een mogelijke invite. Want ja, ik vind het leuk om met andere spelers te spelen. Maar ja, hoe gaan we dat eens doen? Hè? Hoe gaan we dat eens bepalen? Wie gaat er nou mee spelen? Ik denk gewoon lekker ouderwets in de comments dat jullie even laten weten waarom jij moet meespelen, waarom jij wil meespelen. En ja, of je bij mij in het dorpje gaat zitten of dat je ergens anders wil gaan wonen. Dan doen we misschien wel twee invites. Eén iemand die met mij komt spelen en één iemand die een eigen dorpje gaat oprichten. Uiteindelijk gaan we natuurlijk gewoon meerdere invites erbij doen. Dus ja, dat lijkt me gewoon een strak leuk plan. Lars die speelt niet meer mee, tenminste dat idee heb ik. Als hij wel meespeelt, weet ik ook dat hij invites niet erg zal vinden. En hij is zeker van harte welkom, maar we zien het vanzelf wel. Of die nog mee wil spelen. Mensen, we zijn twee... Oh, kan ik zo switchen? Ja! Hey, we hebben het gevonden. Hey. Goed, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hier is Gastly. Hallo, gezelligheid. We zijn twee Pokémon's rijker, in totaal 3... Dus dat is een mooi begin. Ik wil graag van jullie weten wat we volgende aflevering gaan doen. Gaan wij naar een ander gebied? Gaan wij helpen met een invite winnaar om een huisje te bouwen? Of gaan wij, dames en heren, minen? Om te kijken wat we nog meer onder de grond kunnen vinden. En ik moet natuurlijk wel een beetje betere tools gaan krijgen. En misschien ook wat armor voor mezelf. Ik weet niet waarvoor, want volgens mij zijn er geen mobs. Maar we zien het allemaal wel. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.